In het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek werd woensdag een avond georganiseerd die volledig in het teken stond van de Kristallnacht uit de Tweede Wereldoorlog. Stripauteur Barbara Jelin gaf een lezing over haar boek Irmina. I'm really happy that I'm invited to be here tonight and to tell and show pictures from the story. The story is about Irmina, the protagonist, coming from Germany in the 1930s and going to England, actually. She wants to come on her own feet. She wants to become independent. In a way, she is kind of a modern woman. Ik vond het fantastisch. Ik heb het net ook in de zaal gezegd, hè, dat we heel vaak met deze thema's als Kristallnacht, Holocaust, het benaderen als morele eikpunt. En dat moeten we gelukkig blijven doen, hè? Dat is een moreel eikpunt. Maar waar we in het verleden nooit zo vaak naartoe gekomen zijn, is het begrijpen, hè, van het begrijpen hoe eigenlijk de massapsychologie werkt, of de individuele psychologie van mensen, om al dat vreselijke te doen. En daar is die mevrouw uitstekend in geslaagd, om dat in beeld te brengen van een jonge vrouw, hele intelligente vrouw, die eigenlijk de verkeerde kant kiest in de geschiedenis. It's a very difficult story. It was also a difficult story for me because the story is based on material that I researched about my grandmother. Actually, that's parts of her life that I didn't know about before. She died 20 years ago. I also collaborated with a historian who is specialized on these topics and who is teaching about Holocaust and genocide studies. So I took a lot of, I researched a lot of things around that life story. Nou ja, we hanteren in het museum die drievoudige vraagstelling: hoe verloren we de vrijheid? Hoe kregen we hem terug? En wat moeten we doen om die vrijheid te behouden? Nou, hoe verloren we die vrijheid? Past eigenlijk helemaal bij dit thema. Het gaat om de Kristallnachtherdenking. Een gebeuren in 1938, in de nacht van 9 op 10 oktober. Waarbij er inderdaad zo'n 700 Joodse winkels werden verwoest, in brand gestoken, 7000 synagogen. Er zijn 500 Joodse burgers vermoord. En natuurlijk duizenden die al de kampen ingingen. Het wordt gezien eigenlijk als een keerpunt in de Duitse geschiedenis. The point of no return, het begin van de massamoord. I think it's important to reflect again and again what happened, because we have to learn from history and we have to care for that this will never happen again.